Yo gasten, welkom terug bij een nieuwe FIFA 17 AC Milan Career Mode. Het is even geleden, ik was een paar dagen een beetje druk. Vakantie, weet je, dan doe ik ook wel eens andere dingen. Maar we zijn er weer en we gaan verder en we gaan weer bezig met transfers. Ik heb wat namen genoteerd van jullie uit de reacties. Zelf ben ik even achter Fosu Mensah aangegaan op een leendeal van een jaar plus kopen. En datzelfde wil ik eigenlijk, of heb ik al gedaan bij Justin Kluivert. Hij kwam geen Ajax-speler, maar geen idee. Er is gewoon iets aan de naam Kluivert om in je team te hebben. Wat leuk is, vind ik dan. Maar voor de rest ga ik natuurlijk gewoon jullie spelertjes zeker achteraan. Ik heb ook verdedigers binnengekregen. Zoals Ta hier bijvoorbeeld. Een aantal namen moet er eigenlijk nog uit. Ik bedoel, Özil is niet gelukt. Daar willen ze veel te veel voor, over de 100 miljoen. Zijn we nog wel een Drexler ertussen. David Silva heeft jullie reacties gehaald. Eriksen, ja, eigenlijk alles wat je hier staat. Weet je, ik kan alle namen wel opnoemen. Sterling niet, trouwens. Die kan er wel af. Die wil te veel loon. Het slaat helemaal nergens op. Coutinho hebben jullie ook opgenoemd. In ieder geval hele mooie namen. Drexler 83 algemeen. Eriksen is wat hoger, 86 algemeen, maar Drexler is wel 2 jaartjes jonger. Dus dan moeten we kijken wat we willen gaan doen. En dan ga ik toch voor Drexler. Nou, ik weet niet. Eriksen vind ik ook echt een beest en is ook nog jong op zijn 24e. Dus ik ga beide een bot uitbrengen. Beide zou ik ze graag in mijn team willen hebben. 64 miljoen staat daar. Ik bied ze gewoon 60 eventjes. Kijken of dat gaat helpen. Hij zou natuurlijk gewoon in het eerste komen. Lijkt me vrij logisch. Drexler ook natuurlijk. Of Draxler, moet ik het om de uitspraken. Ik heb gewoon een vaag automatisme met een bepaald. Met gewoon bepaalde keren met uitspraken. We willen tussen de 38 en 44. Dat scheelt wel heel veel geld. Ik bied gewoon 40. Dus kijken of dat werkt. En als we naar geld gaan kijken, dan is Draxler wel zeker. De betere optie financieel gezien. Want we kunnen hem nog veel meer waard maken. We willen tussen de 5 en 2. Silva, I don't know, die wil ik eigenlijk dan weer net niet. Die heb ik ook uit jullie reactie gehaald. Dit vind ik wel een mooie. En ik ga ook kijken of ik dit eerst met lenen kan doen. Want hij staat toch maar een retest. Ik wil hem 1 jaar. Ik bied gewoon even een simpel bedrag. En we zeggen bonus 10%. Nou, doe maar. Ik denk dat dit veel te weinig is. Maar whatever. Het is gewoon het eerste bod. En we kunnen dat gewoon zo verhogen wanneer nodig. Hetzelfde gaan we hier doen, denk ik. Of zou ik hem. Nou, dat gaat huren sowieso niet werken. We weten niet genoeg van de speler. Oké, hier moeten we dus ook een gok doen. Draxler was 40, geloof ik. Hetzelfde gaan we bij jou proberen. We gaan hetzelfde bedrag. Kijken of dat werkt. Dan ga ik even afwachten op reacties. Maar we hebben nou eerst een wedstrijdje tegen Napoli. Simulatie is fout gegaan de vorige keer. Daarom staan we zo laag. We hadden namelijk gesimuleerd tegen Torino en die verloren we. Het was gewoon een thuiswedstrijd. Ik vond niet dat we die hadden moeten verliezen. Nu een wedstrijd uit tegen Napoli en ik ga hem zelf spelen. En daarna gaan we met die transfers verder. Maar hopelijk gaan we hier wat punten pakken. Let's go. Alright, here we go. Uit Napoli. Let's do this. Oh, geef hem mee. Hier is Fernandes. Oh, goed paasje. En Mbappé op de paal. Oh. Paas hem mee. Tik hem terug. Haal uit. In de handen van de doelman. Oh, haal die bal weg, jongens. Nee, niet zo. No. Oké, schot gaat gelukkig naast. Altijd nog 0-0. Oh, wat een bal van Mbappé. Oh, no. Paal en lat. Allebei al geraakt nu. Ik kan ook geen FIFA-aflevering zonder. En daar wordt de bal weggehaald. Oké, voorzetje geblokt daar. Nou, een hoekschop voor Napoli. Eens kijken wat ze mee gaan doen. Daar is de voorzet. En dat koppen we in eerste instantie weg. Bal belandt bij hunzelf.
Napoli nog altijd in balbezit, maar daar verdedigen we goed. Opnieuw Napoli in de aanval. Nou, heel dicht in de aanval. Goed! Oh, nou, dit geklungel hier. Eruit, dank je. Oké, geef me mee. Ah, dit is net buitenspel. Kut, en we werden ook geblokt. Ik krijg tot nu toe geen goede schoten op doel. Of nou ja, de schoten wel, maar ik krijg het bal niet in het net. De bal wil gewoon nog niet in het net vallen. 0-0 nog altijd. Oké, daar gaan we. Voorzetje, kom op. Nee, keeper. Godsamme, Reina. Oké, even mee, kom op. Kom op, neem het goed aan. Ja. Lekker. Pasen. Nou, schieten. Ja hoor, daar is die dan. Ik weet niet eens wie het is. Ik heb niet naar de naam gekeken. Maar we gaan er wel even achter komen. Fernandes. Degene die nog vervangen gaat worden in het team. Hij staat tijdelijk in de basis omdat we niemand anders echt hebben voor de aanval op middenveldpositie. Maar hij vervult hier zijn rol. 1-0. Lekker hoor. Oké, hier is Mbappé. Schiet maar gewoon. Oeh, keeper moet in actie komen. Mbappé met een goed schot op doel. Wint ons een corner. Kom op, kop dit. Nou, dat waren we wel, maar niet echt lekker op doel. Oké, Fernandes wint voor ons een vrije trap. Dus gaan er ook wat wissels aankomen. Fernandes gaat de andere ook af. Ik ga eens even kijken wie onze beste vrije trappennemer is. En dat is zo te zien Honda. Honda, ga maar klaarstaan en probeer dit voor mij. Dat is helemaal niks. Uh-oh. Oh crap, dit is zo slecht. Oh, wat verdedigde ik daar rampzalig. Wat verdedigde ik daar rampzalig. Gelukkig had Donnarumma Napoli op de nul. Daar heb ik echt alles aan mijn keeper te danken en dat koppen we goed weg. Oh, hij komt er weer doorheen. Het schot gaat naast. Damn, Napoli. Wat nu echt druk begint te zetten. Oké, hier is ruimte. Daar gaat Bakka. Die is los. Nou, schieten. Haalt er een corner uit. Ik had eigenlijk moeten indraaien. Moeten kappen en moeten draaien. Had ik er misschien een betere kans uit gehad. Hier is de hoekschop. Kunnen we net niet bij. En de bal stuit het over me heen. Lekker. Oh, komt het aan? Ja, dat komt aan. En hij tikt hem binnen. Bakka met de 0-2. We sluiten het af. De deal is done. 0-2 via Bakka. Lekker hoor, de overwinning is binnen. Ze zaten veel druk te zetten. Gaatjes begonnen te vallen. En nu is het eindelijk dan. De winst is in de pocket. 0-2 voor op Napoli. Oh, daar komt Napoli toch nog een keer door. En weer is Donnarumma met de redding. Rebound, weer Donnarumma. Lekker hoor, wat een doelman. Wat is die goed bezig voor ons. Save na save. Pak hier die corner. En schuit. Fluit af. Dankjewel. 0-2 overwinning. Goed, terug op het hoofdmenu. Gaan we even de training doen. En hier moeten we onderhand wel wat gaan veranderen. Donnarumma kan daar wel uit. We gaan sowieso Mbappé trainen. Dat moet gewoon. Huppakee. En even kijken. Voor de rest laten we het wel even staan op zich. Maar Mbappé moet gewoon getraind worden. Zo, lekker hoor. Nou, gaan we kijken of we alweer bericht hebben. Dat hebben we. Dat is een scout die alles heeft gevonden wat hij kon vinden in Italië. Oké, prima. Nou, gaan de transferberichten beginnen. Transferbod aanvaard. Dat is een goede. Tot hem. En dat is die voor... Ah, dat is netjes. Dat is netjes. Jasmine, op dit moment willen we Asensio niet uitlenen. Dan gaan we gewoon een bod doen. 20 miljoen, whatever. Gaan we gewoon een bod doen. Waarschijnlijk veel te weinig, maar we kunnen het op zijn minst proberen. Hun willen 58,5 miljoen voor Draxler. Ik snap dat ze meer willen. Helemaal. Ik bied 50, denk ik. 50 miljoen. Daar gaan we eerst mee beginnen. Zijn weer 10 miljoen omhoog gegaan. Dus dat is een, op zich nog wel netjes, vind ik. Tot hem. Voor Ajax 93 miljoen. I don't know. Dat vind ik wat veel.
Dan hebben we hier de club twijfelt of deze speler aan het eind van de... Niet akkoord. Twijfelen of ze hem willen verkopen aan het eind van de periode. Ik snap ze helemaal. Maar als we er 10 miljoen van maken, waarschijnlijk laat het bestuur dat niet doen. Nee, zie je. Dat is echt kut. 8 miljoen, zou het bestuur dat nog toelaten? Dat geld halen we er toch wel. Ah, kom op nou. Het is toch eigenlijk niks voor ons. 7 miljoen. Wat de... 6 miljoen dan. Oké, waarschijnlijk gaat het niet werken hoor. Leenaanbieding. Als mensen het eentje over... aanbod en overeenkomst met zijn koptie aan het eind van de deur. Ze vinden het bod acceptabel, maar zijn nog niet over uit. Oké, we horen het nog van hun. Dat is fijn. Nou, tot nu toe hebben we maar één bod aanvaard gekregen. Maar dat is geen verkeerd hoor. Maar ik wil gewoon meer opties hebben. Ik wil even kijken wat we nog meer kunnen doen. Nou, hebben we hier Asensio. Bedrag is te laag. Zullen 43 miljoen. Ik bied gewoon 40 ook even. Asensio was een beetje een redelijk populaire naam in de reacties. Dus vandaar. PSG heeft aanvaard voor Draxler. Dat is een hele mooie. We hebben besloten niet akkoord te gaan. Dat lukt dus nog niet. De beslissing. We hebben besloten dat Theo Baas naar je club mag komen. Waarna je een optie hebt om hem te kopen voor 6 miljoen. Vind ik heel fijn. Vind ik super fijn zelfs. Dus dat gaan we zeker doen. Draxler is aanvaard. En dat wisten we al. Hier hebben we dus een nieuw bot op gedaan. Eriksen wordt hem gewoon niet. Maar ik mis nog iemand. Ik mis nog een naam. Waarvan ik zeker weet dat ik hem wel... Had ik hem dan niet op mijn dinges gezet. Mijn verlanglijst. Ik mis de naam van James Rodriguez. Had ik daar geen bot op gedaan? Echt niet? Ah. Interesting. Gaan we dat nou doen? Die zit nou ook. Die moet gewoon daar weg, vind ik. Meer speeltijd nodig. Blablabla. Al doet hij het vaak wel goed. Iedereen weet dat hij goed is. Maar goed, maakt verder niet uit. Kijken of ze gaan reageren. Snel, graag. En dan kijken wat we gaan doen. Want we hebben nou 2 akkoordjes. Afgewezen. Aanvaard. Dit is voor Asensio. Die is aanvaard. Oké. Wat zeggen hun? Hij is te waardevol. Asensio is aanvaard. Maar nu moet ik gewoon gaan kiezen. Dit kan ik sowieso wel doen. Dat is geen probleem. Die kunnen we erbij hebben. No problem at all. Even kijken. Draxler. Wil 90.000 per week. Hij is wel jonger, dat wel. Dus we hebben in principe meer aan hem. Dat is gewoon zo. Hij zou bij ons gewoon in het eerste team komen. We kunnen hem nog een bonusje geven. Als het werkt, ga ik denk ik gewoon voor Draxler. Dat is wel. Maar goed, we gaan gewoon kijken wat iedereen doet. Hij wil meer loon. Ook echt gewoon veel meer loon. Hij wil sowieso meer loon. Ik geef hem niet per se een rol. Kijken of hij dat zou aanvaarden. En dan hebben we er nog iemand. Juist. En... Ja, we doen een belangrijke speler zoals je daar hebt. En geef je een bonus van 10%. Huppakee. Zo. Nou, gaan we kijken wat de antwoorden zullen zijn. Gaat er iemand gewoon direct akkoord? Of moeten we weer kloten met de salaris? Want ze allemaal geldwolven worden. En ze zijn allemaal geldwolven. Ik wil een belangrijkere rol. Oké. Wat is jou? Ik moet weten wat voor rol. En ik woon hier met veel plezier. Woon je daar met veel plezier? Toch ga je daar weg, kerel. Eigenlijk wil ik gewoon voor Draxler gaan. En dan geef ik hem een salarisverhoging van... naar 110.000. 4 jaar. Cruciale speler eerste team. 20.000 verhoogd. Dat kan nog wel op zich. Hij wil gewoon een belangrijkere rol. Dan gaan we dat voor de gein is uit van zijn salaris afhalen. Hij wil dus deze rol... Gaan we zijn salaris hetzelfde houden. Waar hij gewoon standaard op staat. Kijken of dat werkt. Probeer ik echt daadwerkelijk nooit.
En hij wil gewoon weten wat voor rol hij krijgt. Maar hij valt af. Voor nu. Özil is benaderd. Voor 74 miljoen. Maar ik moest veel meer. Ik moest echt veel meer betalen. Maar ja, whatever. Ik ga ook achter een verdediger aan nu. Centraal verdediger. Want daar hou ik maar wel gekeerst hoeveel geld ik over heb, denk ik. Al. Moet ik zeggen, de tijd tikt wel een beetje door. Ik begin gewoon met een bod van 20 miljoen. Die waarde gaan we er ook nog wel uithalen als we een beetje trainen en zo. Dus we zullen zien. En ik weet niet meer hoeveel hun toen wouden. Maar hier kan ik ook wel een bod op doen. 30 miljoen. Of ja, 30. Dan moeten we kunnen werken. Huppakee. Zo. Zou het toch lijp zijn als dat nog werkt. Gaan we weer. We moeten even die laatste transfertjes binnenslepen. Het is mogelijk. Onacceptabel. 44,5. Afgewezen. Jij wil nog meer geld, hond. En Villarreal is aanvaard. Wauw. Draxler wil nog meer geld. 135. Dat kan ik je nog wel geven. 20% cruciale speler eerste team. Kom op, Draxler. Wij te verliezen. Wij zijn een veel mooier team. ja, hij wil dus ook weer meer loon. Super kut dit. Dan gaan we hem verhogen naar zijn gewone 90.000. 4 jaar. We doen hem iets meer bonus. En we geven hem wel de cruciale speler eerste teamrol. Kijken of dat werkt. Transfer wat langs de tafel. Ja, dat is jammer. Maar dan kunnen we trouwens gewoon achter Asensio nog aangaan. Afgewezen en geaccepteerd. Eindelijk hebben we een middenvelder binnen. Haha. Huppakee. Welkom Draxler. Welkom bij het team. Populaire spelen en jullie reacties. Hier moeten we nu snel achteraan gaan. Hij wil 50.000. Ik geef gewoon direct 50.000. Waarom ook niet? 83 algemeen. Zou die daarmee in de basis komen? Ja, dan zou die Romagnoli er voor nu uithalen. En Romagnoli traint. Dus op zich kunnen we het wel doen. Kunnen we doen. Hij zou in het eerste team kunnen komen. Hij is al 26. Kunnen we Romagnoli even wat langer trainen? Die is nog wat jonger. Dus dit kunnen we op zich doen. En ik geef hem gewoon direct maar even wat meer. Zodat ik zeker weet dat de kans dat hij komt wat groter is. Want de tijd dringt. De tijd dringt gewoon. Dus we moeten hem gewoon contracteren en pakken. Zo snel mogelijk. Dus hopelijk gaat dit in één keer ook werken. Het valt me op dat we gewoon helemaal geen transferaanbiedingen meer binnenkrijgen. En dit is ook gewerkt. Lekker hoor. En dan hebben we nou een mooi compleet team op zich. De rechtsbuiten laat ik zitten. We hebben Honda nog, die kan er staan. Dus Sterling hoeft niet te komen. Dat gaan we wel weer een ander keertje doen. Maar voor nu, mailbox legen. We hebben een mooi teampje nu. Draxler erbij. Uit de reacties gehaald natuurlijk. Coutinho was ook een populaire naam. Maar we hebben Draxler en daar ben ik super blij mee. Jong kan hier direct staan. Bam! En Romagnoli... Weet je, jij gaat tijdelijk uit. Maar jij bent nog jong. Maar je wordt voor nu vervangen. Maar ik neem je wel gewoon mee. Dat wel. Rodriguez dus daar. Bam. En dit is prima. Zo. Ja, heel veel zeiden ook haal een andere keeper. Maar ik ga voor nu Donnarumma gewoon heel veel gebruiken. Misschien dat we in de winter of zo gaan kijken naar transfervrije keeper als die er is. Want daar ben ik naar aan het scouten. Ik ben aan het scouten naar transfervrije spelers. Of transfervrije spelers, zo bedoel ik niet. Spelers waarvan de contracten aflopen. Die heb ik allemaal hier staan. Zo zie je maar, Gervinho verloopt over 11 maanden. Badstuber bijvoorbeeld. Ik zie nog geen doel. Oh, kijk, daar hebben we het doel, man. Dus we gaan even kijken wat hier nog allemaal... tevoorschijn gaat komen over het seizoen heen. Voor nu was dit de aflevering. Ik ga wel even nog door de laatste uurtjes van die transfermarkt. Özil is naar Barça voor 74 miljoen. Boateng is naar Juventus voor 67,5 miljoen.
En we hebben Draxler voor 50 miljoen. Lekker. Staan er nog meer dealtjes bij? Laatste deals. Fosse Mensa voor ons. Woe! Lekker. Nou. Even dit doorsimuleren. En dan zijn we done. Dan zijn we helemaal klaar. En dan gaan we in de volgende video verder. Vond je dit leuk? Laat dan wel een like achter. En deel deze video, zou ik zeggen. Dat kan mij enorm helpen als je dat beide doet. Eén van de twee zou ik ook al waarderen. Maar goed, allemaal jullie eigen keus. Hoeveel is er uitgegeven op deze laatste dag? 317 miljoen. Flink bedrag. Goed, dit was het voor nu. Ik bedank jullie voor het kijken en al jullie support. En ik check jullie graag bij de volgende video weer. Tot dan, laters.